Spannende dag. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor, maar ik ben weer te laat. Want ik zie allemaal mensen daar staan. Dus ik zeg, het is al geopend. Lopen! Ja, Martien, ik kan natuurlijk niet aankomen zonder fles rosé, maar nou ja. Het is helaas niet jullie eigen merk natuurlijk, dat begrijp ik. Nee, maar dat maakt toch helemaal niet uit? Nee hoor. En deze is ook heel mooi licht van kleur, net als onze eigen rosé. Dus je hebt er verstand van. Prima. Nou, dat valt wel mee. Dankjewel. Kun je een drankje gebruiken? Ja, ik vind het gezellig. Ik vind het leuk. Ik ben blij dat het eindelijk zo is, zo na is, dat we straks het lint gaan doorknippen en eindelijk na maandenlang verbouwen. Het was wel weer een project. Maar ja, als ik dan vanmorgen hier zat met een kopje koffie en ik keek om me heen, toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk wel weer heel goed gelukt. Hé, meid, wat groot! Nou, waanzinnig! Oh. Ik dacht dat ik een grote fles bij had. Ja, nou nee, die valt helemaal in het niets. Maar dat maakt helemaal niet uit. Komt uit het goed hart. Dat is ongeluk. Ja, wat een dood. Ja, hij pakt hem. Ja! Ja! Oh, ja, mensen verse eieren gegooid, helemaal leuk, ja. Vinden ze schijnbaar. Ja. Nou ja, daar begon de dag mee. Maar het werd alleen maar erger. 4:55 'smiddags ging de telefoon van Erika. En het was de gemeente Noordwijk. Jullie mogen niet open. Jullie mogen geen gasten ontvangen. Ja. Het bestemmingsplan was namelijk zo, dit is woonhuis / pension. Ja. Maar ik heb ze heen. Ja, het wonen was dus dat weg. Was weg. Ja. Maar, waarom hebben wij dan in godsnaam een vergunning gekregen? En waarom worden we dan niet? Waarom geeft een gemeente niet advies aan ons? Wij weten toch ook niet alle wetten die er maar zijn. Nou, ik heb gewoon een hele slechte nacht gehad. Ik denk, de gedupeerden zijn al die lieve mensen en fans die hier gereserveerd hebben. Die kunnen wij dus niet ontvangen. Voorwaarde is dat hier dus iemand woont. Hmm. Nou, die had hem dus niet. En die gaan we zoeken. Dat komt wel goed. Maar tot die tijd heeft Martin zich een soort van opgeofferd om hier te gaan slapen. Want dat wilde brandweer. Dus, dat weet je niet. Maar ik heb van de aannemer de nieuwe cilindersleutel gekregen. Dus ik zou zeggen, dit is de sleutel van je nieuwe woning. Maar ja, uiteindelijk hebben we een oplossing. Ik ga hier slapen voorlopig. En dan mag het wel. Dus ja, nou ja, het zij zo. Het is natuurlijk niet de bedoeling. Maar waarom 1 dag voor de opening? Ik vind het ongehoord. Woest eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk woest, ja. Want waarom worden wij niet geadviseerd door de gemeente? Nou ja, ze weten toch allemaal dat wij hier een pension gaan beginnen? De dag van tevoren komen ze hiermee aan. Ja, dat is toch vreselijk. Ik was echt, ja, ik was flabbergasted. Nou, goed. Wat een rotgemeente, man. Oh, heb je het gehoord? Stond je buiten? Stond buiten. Ik kom net aan. Ja, echt. Nou, bizar. Wat kan jij hier aan doen, Caroline? Kun je Martien helpen? Nee, maar 1 dag van tevoren. Ja, weet je wat het kloterige is? Ja, gemeentes, die zijn autonoom, dus daar kunnen wij in feite niet zoveel aan doen. Wat we wel kunnen doen, is gewoon kijken of je die hele bureaucratische regelgeving. En dit is weer iets, hè. Wij zeggen altijd, de overheid is er voor de burger en niet andersom. En je gaat niet een dag van tevoren bellen, terwijl ze al lang weten waar je mee bezig bent. Precies, dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook. Niet de menselijke maat, weet je. Het is allemaal, weet je, we zitten er voor ons en niet voor de burger. En dat vind ik gewoon triest.